Zo, Tony Pino, dat is de coördinaat. We hebben hem ingegeven in het apparaat. Ting! En we gaan nu het militaire blik vinden, hè? Poging 3. Dit keer gaan we hem 100% vinden. Anders ga ik deze video niet uploaden. Kijk, hij zegt dat we daarheen moeten. Maar nou gaat het erom, hoe nauwkeurig is het militaire blik verstoppeld? Dat wil ik wel even weten. En daar komen wij nu achter. Want onze GPS die zegt dat wij rechtdoor moeten. Dus dat betekent dat hij daar moet liggen. Kijk, hier heb je een water. Daar heb je een bruggetje waar we gisternacht waren. Hier heb je een soort vage boom. En hij zegt dat wij die kant heen moeten, langs het water. En dat zullen we dan ook maar doen. Kijk, ik krijg nu al een melding. Aangekomen bij coördinaat. White. Hier zien we nog niks liggen. Maar we zijn op de goede weg. Hier moet je langs. Door wat struiken heen. Kijk, zie je dat? Hier stroomt het water. En volgens onze berekeningen moeten we nu weer terug. Oké dan. Dat is vreemd. Wij moeten terug, dus wij moeten die kant heen. Wacht. Als we hier naar overheen gaan. Ik weet niet of ons dat gaat lukken. Ja, dat gaat ons lukken. Kijk, we zijn gewoon de sloot over. Of wat het ook is. Een waterbron. Zijn we dus overheen gegaan. En dan moet het blik hier liggen. We zijn heel vlak in de buurt. Kijk. We kunnen het bijna aanraken. Maar ik zie nog geen blik. Dat is... Oh, wow, we staan er gewoon voor. Kijk dan, het is gewoon hier. Wauw, kijk dan. En het is echt... Ja, het is gewoon nauwkeurig. Dit is het blik. Kijk, daar hangt hij. Wow. Zie je het? Met een... Ik dacht dat er een pen hing. Kijk, zo nauwkeurig is hij dus. En wij bevinden ons nu... op deze coördinaat. Daar is het. Wow, tof.